dus dan doen we nog even wat bouwmaterialen erbij in. There we go, met glas om natuurlijk te kunnen kijken, om natuurlijk een raampje te maken. Hout voor natuurlijk eventuele andere dingen. Dan even een lading eten. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Space Astronomy. We gaan vandaag natuurlijk lekker verder. Heb jij er zin in en je wilt mij supporten op deze vroege ochtend, dan mag en dan kan je natuurlijk altijd alvast eventjes dat duimpje omhoog aanklikken. Bijvoorbeeld dank natuurlijk. We hebben natuurlijk allemaal gisteren kunnen zien hoe ik een extra video online heb gegooid. Dat was natuurlijk de mining video. En dit is eigenlijk zo'n beetje de opbrengst ervan. Het ging mij natuurlijk vooral om de tin. Dus niet om andere dingen wat dat betreft. Daarom heb ik behoorlijk wat tin gekregen. Overigens nou, ze hebben ook nog wat charge certus, weet ik wat, quartz crystals gevonden. Behoorlijk raar natuurlijk dat je die vindt, maar sure thing. En voor de rest niet zo heel veel boeiends wat we nog wel hebben kunnen zien. Ik heb uiteindelijk alles van de raket hierin gedouwd. Ja, moeten we zeker gaan sorteren. Is totaal nu niet boeiend. Iemand zit ook achter. Duf je een automatisch sorteringssysteem, weet ik het allemaal. Allemaal hartstikke leuk, lief en aardig. Maar ik denk niet dat dat per definitie nodig is voor ons nu wat dat betreft. Wat nu vooral nodig is natuurlijk dat wij onze boekjes netjes gaan afmaken. In ieder geval onze quest logs. En dat wij op die manier verder komen natuurlijk in de game. Dus dat gaan we ook zeker doen. Het enige probleem echter wel is dus... Kijk, heb ik hier de boekjes ook ingedaan? Ja. Kijk, het enige probleem, terwijl we ondertussen hier eventjes mooi tin kunnen gaan verzamelen. Het enige probleem dus nu, of in ieder geval probleem, kinder is het probleem voor mij, is dit. We hebben dus, zeg maar, een schematica tier 4 rocket nodig. Maar er staat bij, obtain a tier 4 rocket schematic placed in the schematic NASA workbench. Nou, dat lijkt wel op zich logisch. To unlock a tier 4 rocket crafting screen. You will be unable to craft this tier of rocket until you have been to the asteroids to make the tier 2 rocket. Kortom, volgens mij, en dit is denk ik dan, dit is wel de tier 2 rocket. Dat is dan, wait a second, deze heb ik natuurlijk wel klaar. Dus van, maar hoezo, waarom kan ik hier niks van claimen? Of is dat misschien de reden dat ik dan dit al heb? Craft tier 2. Heb ik dat al geclaimd? Misschien is dat het. Nee, ik weet het niet. We kunnen in ieder geval nog wel een moonbuggy bouwen. Maar wat mij dus om gaat is van... Willen wij dus daadwerkelijk een tier 4 rocket hebben? Dan zullen wij dus nu... Van wat ik ervan begrepen heb... moeten wij dus nu ver de ruimte in. Ik moet 1 seconde op iemand reageren. Zo, there we go. Opnames gaan namelijk tussen de opnames ook gewoon doorkappen. Maar wat dus is, ik moet dus waarschijnlijk dus naar een asteroïde toe. En dat is dan eventjes nu de vraag. Nee, dat is nou druk. Altijd druk ik de goede in. En in dit geval, dat maakt ik helemaal niet uit. Kijk, dit is een asteroid. Maar daar zie ik een tier 3 en dit is een tier 2. Dan denk ik dus... Kijk, dit is een tier 4 en dit is een tier 3. Ik neem aan natuurlijk dat die tier, dat natuurlijk staat uiteindelijk voor de raket natuurlijk waar je daarvoor nodig hebt. Maar dan denk ik dus dat wij kunnen dus naar Mars toe, want we hebben natuurlijk een tier 2 raket. Maar om dus alleen al bij hier te komen, is een tier 3 nodig, maar ze willen dus dat we een tier 4 hebben. Right? Of ben ik nou gek? Dus ja, ik weet niet zo goed mensen wat ik nu moet doen. Ik denk dat ik gewoon voor Mars ga. Dat zijn ze manen. Ja... Ik denk dat ik gewoon letterlijk naar Mars toe ga en dat ik daar gewoon ga hopen op de rest. Om zo maar te zeggen. Dus dat betekent, we gaan dus nu zelf klaarstomen voor de Mars missie. Om daar naartoe te gaan, dat betekent we gaan de raket klaarmaken. We gaan de fuel klaarmaken. We gaan zorgen voor alle brandstoffen. Alles erop en eraan. Dan gaan we richting Mars. En dan gaan we daar eens even kijken hoe wat allemaal. Want ik denk dat we daar naartoe moeten voor onze volgende stap. Mocht het niet zo zijn, dan pech. Dan zijn we in ieder geval op Mars. En mocht het wel zo zijn, dan alleen maar goed. Want dan zijn we dus, nou, zoals jullie begrijpen, op Mars. Dus wij gaan ons nu klaarmaken om dus naar Mars toe te gaan. En dat betekent dus dat wij een raket gaan maken. We gaan hem vullen, alles erop en eraan. Ik moet eerlijk zeggen, heb ik zin in. Ik heb heel erg veel zin om een nieuw avontuur zeg maar, aan te gaan wat dat betreft. Maar voor de mensen, ja, ik had gisteren inderdaad 2 jetpacks. Waarom, weet ik niet. Ik heb eentje daarvan overigens al weggegooid. Dus die is inmiddels ook al gone. Goed. Rocket tier 2, there we go. Deze hebben we natuurlijk sowieso nodig. Launchpad ding extra hebben we ook niet nodig. Hier had ik nog diamond leggings, maar goed, dat boeit niet. Oké, okay. De rocket tier 2 kunnen we dus hier nu opflikkeren. Je moet dus nu eens even gaan brandstofferiseren. Goed. Dus in de tussentijd gewoon lekker de tin laten lopen, komt het helemaal goed. We hebben daar dus voor nodig.
Even kijken. Nou, sowieso natuurlijk brandstof. Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog Blood Moon is Rising. Mensen, we gaan sowieso Blood Moon natuurlijk skippen. Door natuurlijk gewoon een time date ervan te maken. Gaan we niet eens moeilijk over doen. Want fuck dat. We pakken trouwens ook alvast meteen dit voor zuurstof. Dit moet er zo meteen even aan gaan flikkeren. Ik moest het hier aan zien flikkeren. Ja, there we go. Ik doe vast meteen trouwens. Slash time set 1. En wat ik zeg, Blood Moon kan je niet slapen. Er spannen allemaal mobs. Totaal geen zin in. Boring as fuck. Je kent het wel. Vandaar dat we dat gewoon skip om zo maar te zeggen. Hier kun je natuurlijk alleen maar lava in flikkeren natuurlijk. Dat is op zich logisch, want het heet een lava generator. Oh, really? Ja. Oh, oké. Okay. We pakken even hier snel lava eruit. Flikkeren we dat daar dan erin. Zo. En even kijken. We gaan hem gewoon helemaal vol. Ah, we kunnen op zich wel, denk ik wel, even vol flikkeren. Daarmee we dat. Dus het kost niet zo heel veel lava. Zo, there we go. Dan wordt dit in ieder geval nu allemaal gepowered en wordt deze ondertussen gevuld. Toppie. Nice. Oké. Dan gaan we dus nu eerst de fuel helemaal vol vullen. De medelijn die het verstandig om te doen. We hebben hier al eens nog heel veel fuel, right? Ja hoor. Kijk aan, there we go en there we go. Nice. Ik weet, ik heb hier ook nog wel een aantal dingen staan, maar hè, dat is op zich niet zo heel erg. Heel erg erg. Dan kunnen we deze dus nu... Werkt dit dan? Nee, dit gaat niet werken. Jij moet iets ernaast als je het niet heel erg vindt. Weet je wat, eigenlijk moet ik jou zo zetten, right? En dan, there we go, kijk aan. Die doen we daarin en die doen we daarin. Ik weet niet hoeveel ik precies nodig heb, maar dat maakt ook niet uit. Voor de mensen zeggen, Duffy, je kan ook nog de view uit de oude raketten halen en alles erop en eraan en bla 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 bla. I know. Ik bedoel, view maken is zo ontiegelijk makkelijk dat ik ga daar niet eens moeite voor doen om dat zeg maar voor elkaar te krijgen, of zo maar te zeggen. Hier in ieder geval de power in. Ik weet dus niet hoeveel view hierin moet, maar daar komen we zelf achter. Ook heb ik hem wel al eens een keertje gevuld, though, maar goed. Deze moet vol zijn. Ja, yeah, there we go. Dan mag deze nu gevuld worden. Dan mag dit ding ondertussen ook weer klaar. Zo. Dan gaan we deze natuurlijk wel... Bruh. There we go. Dan gaan we ondertussen deze natuurlijk wel nog weer eventjes vullen. Want waarom zou je dat niet doen? Oké, dan is deze nu ook klaar. Kom maar, hoppatee. Dan gaat die meteen weer aan. Top. Is het brandstof gevuld helemaal? Even kijken. Nog niet. Hij zit nu voor 80% erin. Oké, dat is op zich al genoeg. Je hebt namelijk genoeg om met 80% te vliegen. Fun fact. Hoe weet ik dat? Nou, je houdt altijd over. Dus daarom denk ik van, dan heb je ook genoeg aan 80. Maar goed, dit is inmiddels klaar. Goed, dan kan dit weer weg. Zo. There we go. En dan kunnen we nou alvast dingen gaan inladen. Wat natuurlijk wel gewoon handig is om natuurlijk te gaan doen. Ik moet zo wel even over kijken natuurlijk voor de fuel. Want ik ga natuurlijk niet zo belachelijk veel fuel meenemen. Daar gaat ik ook helemaal nergens over. Even kijken. Goed. In de raket. Wij gaan naar Mars. We hebben nodig natuurlijk een manier om opnieuw brandstof natuurlijk in onze raket te krijgen. Daarvoor ook dit nodig en daarvoor hebben we natuurlijk ook brandstofflessen nodig. In ieder geval behoorlijk wat, just to be sure. Right? Oké dan. Top, dat hebben we nodig. Goed. Dan hebben we nodig ook daar natuurlijk onze air bubble. Want wij willen natuurlijk wel een ademhalen daar. Dus we hebben een cold generator nodig met onze oxygen collector. En de bubble, there we go. Dan hebben we natuurlijk ook nog meer wires nodig. Cool, hebben we ook nodig om natuurlijk daar energie mee op te wekken. Oké, top. Goed. Dan gaan we deze vast weer eruit halen en dan mag de volgende erin. Die heb ik denk ik nog aan dan. Ja. Yeah. Zo, slash toggle down. Oh, toggle down fall. There we go. Zo. Fuel niet nodig. Oxygen pipes overigens wel. Dacht ik tenminste. Zo. Even kijken. We doen gewoon een shitload aan fuel meenemen. I don't give a fucking damn. Oké, die mag daarbij. Die doen we even zo. Dan hebben we natuurlijk dit is uiteindelijk dus voor ons zuurstof allemaal nodig. Hebben we dit dus nodig. Niet te vergeten. Leaves. Dat is zeker iets wat we niet mogen vergeten. Leaves. Heb ik überhaupt nog leaves? Klein beetje hier. Just to be sure ga ik natuurlijk, zoals je begrijpt, nog wel wat extra leaves meenemen. Ik vertrouw het anders ook niet helemaal. Ik zeg van, I'm not sure. Ik wil natuurlijk wel gewoon goed lang daar kunnen overleven. Dus ik neem even wat extra mee. Oké, perfect. Dit moet genoeg zijn. Hoeveel heb ik er? Ja, dit is meer dan genoeg, joh. Dit kan niet anders. There we go, dat nog even mee. Oké, toppie. Goed. Dit is in ieder geval natuurlijk voor ons om het zuurstof dan weer te maken. Ja, dit is eventjes een hele happening om mensen om dit allemaal klaar te stomen. Maar het maakt niet uit. Dit hebben we dus daar ook allemaal weer voor nodig. Die en die. Zo. 3 stacks moet genoeg zijn. Jawel, dat is wel genoeg. Toppie, oké.
Dan zit ik er toch over te denken om ook dit mee te gaan nemen. Mijn oxygen tanks, om zo maar te zeggen. Omdat ik zoiets heb van, luister, ik kan daar gewoon natuurlijk op dat moment gewoon mijn shit allemaal bijvullen. Right? Dus waarom zou ik dat niet doen? Ik zou bijna een dief zijn van mijn eigen zuurstof, om zo maar te zeggen, als ik dat niet doe. Dus wat ik ga doen is, ik ga dit gewoon allemaal meenemen. En dan kunnen we in ieder geval op Mars ook zitten. Want ik heb het idee namelijk dat we op Mars wel iets langer zullen zitten dan op de maan. De maan is natuurlijk toch relatief dichtbij. Ik denk toch dat Mars wat net even wat anders gaat zijn. Dus dit nemen we in ieder geval ook mee. Misschien moeten ze dit trouwens wel wat brandstof lozen. Ik weet het nog niet hoor, maar goed. Dat is trouwens mijn tweede oxygen collector. Wait a second. In dat geval hoef ik eigenlijk alleen maar deze mee te nemen. Maar goed, maakt niet uit. Weet je, maakt niet uit. Die nemen we ook gewoon mee. Hoppatee. Deze pipe doet ook nog even bij. We hebben er ook deze pipe voor nodig. En op zich een lava generator. Maar we hebben natuurlijk coal generator. Dus dat is op zich ook weer niet nodig. Dus we kunnen gewoon extra coal meenemen. There we go. Dan kunnen we natuurlijk onze zuurstofflessen. Niet te vergeten natuurlijk. Deze gaat ook uit. Want ik doe de kleine op. Want dat is, ik weet niet waarom. Maar dat doe ik gewoon tijdens de reis. Kleine op. Zo. Toppie. Even kijken, ik ga naar Mars toe. Ik heb dus mijn fuel loader om terug te komen op aarde. Ik heb mijn zuurstof om daar een zuurstofding te hebben. Ik kan daar mijn zuurstof ook bijvullen. Dat betekent, ik heb nu nog heel erg... Oh, ik heb nu best wel wat kool nodig eigenlijk. Want het kan zijn dat ik daar best wel lang ben, om zo maar te zeggen. Dus extra kool is alles behalve overbodig. Dat is fucking goed dat ik hier nog zoveel in had zitten. Dat is echt sick. Oké, wat zit hier nog? Is hier nog kool in? Nee, wel appeltjes, maar dat boeit verder niet. Oké. Toppie. Dan moeten we natuurlijk ook niet tevreden. Dan moeten we ook nog even een repair table meenemen. Deze hier, onze Forge Tool Table. Dat moeten we ook niet vergeten, want dingen repareren daar? Sure, why not? Zo. En zo. Woep. Dat zijn flink op blokken. Maar dat scheelt gewoon natuurlijk enorm veel in space dit. Als je natuurlijk alles gewoon even lekker van blokken gaat maken. There we go. Oh, gaan we dat gezeik krijgen. Nou ja, goed, we lossen het gewoon makkelijk op zo. Hop. There we go. En we hebben nog vier over. Die laten we lekker hier achter, want fuck dat. Oké. Zo. Het lijkt misschien helemaal niet veel eigenlijk, hè, al dat kool. Maar het is wel veel. Twee, letterlijk anderhalf sterk coal blocks. Nou, dat moet denk ik ook wel genoeg zijn voor al het power, om zo maar te zeggen. Just to be sure, nemen we dat ook nog maar gewoon mee. There we go. Zo. Even kijken hoor. Natuurlijk moeten we eten meenemen. Maar goed, dat kunnen we ook in ons invloed doen. We moeten natuurlijk wat bouwmaterialen meenemen. Want we hebben natuurlijk allemaal gezien hoe het natuurlijk uiteindelijk overal is gegaan. En dat is niet altijd even goed gegaan. Dus bouwmaterialen, ja. We nemen ook farmland mee. Ga ik dat overigens doen? Ja, fuck it, dat doen we ook gewoon. Farmland nemen we natuurlijk ook gewoon mee. Heb ik verder nog iets nodig? Oh ja, de tooltable wat ik zei. Forge tooltable. Vorige tooltable. Dat is deze. Dit was met blok of aluminium. Weet je wat? Fuck it. We nemen deze gewoon mee. Trouwens, dat zeg ik wel heel cool. Laten we deze nog wel even snel er allemaal eventjes erin douwen. Zo. Zo. We zouden maar net te weinig iron hebben, kappen. Zo, toppie, oké. Goed, dan nemen we dus deze ook mee. Zo. Met een... gewoon een goede stack iron. There we go, dit begon dus daar mooi in. Zo. Hebben we verder nog iets nodig? Even kijken, we hebben dus onze table om natuurlijk de boel te repareren. Dan hebben we natuurlijk gewoon seeds mee voor eventuele farming uitbreidingen. Dan nemen we wat bouwmaterialen mee. Hoeft niet heel erg veel. We hebben overigens geen glas, om zo maar te zeggen. Dat heb ik dan weer niet. Want ik heb dat eigenlijk gewoon nooit meer gemaakt. Oh, jawel. Kijk aan. Oh, nou, hoppatee. 3 stacks glas mee. Perfect. Hout. Weet je, gewoon even 2 stacks hout. Kan ook zeker te weten geen kwaad. Misschien toch nog maar even een extra stukje cobblestone. Kan op zich ook geen kwaad. Want, weet je, je gaat daar toch heen en die kan beter het gewoon meenemen. Dus dan doen we nog even wat bouwmaterialen erbij in. There we go. Met glas om natuurlijk te kunnen kijken. Om natuurlijk een raampje te maken. Hout voor natuurlijk eventuele andere dingen. Dan even een lading eten. We hebben gelukkig heel wat eten inmiddels al. There we go. Gaan. Nou, dat ondertussen ook vast erin. Eten mee.
Hebben we verder nog iets nodig? Moet ik mijn jetpack nog even vullen? Dat is natuurlijk één ding wat zeker is. Gewoon even voor de zekerheid. Even aan me volgooien met brandstof. Zo, there we go. En hij is weer hier ingegaan. Ga dan. En nu enchant hij hem niet naar, zou hem ook een rotzorg zijn. Moeten we nog boots hebben? Ja, is wel handig om te doen. Just to be sure. Top. Maken we nog even snel boots. Zo. Nou, flikken we die erin. En nou, kijk aan. We hebben de protection 3 op. Ey, dat is nice. Oké, toppie. En dan zijn we, denk ik, mensen, ready to go. Nou, ga ik nu nog niet deze aflevering heen. We gaan er sowieso morgen pas heen, om zo maar te zeggen. Want mocht er nu iets in de reacties komen van Duffy, voordat je naar Mars gaat, je hebt dit of dit nodig. Wat natuurlijk maar zo kan. Ik bedoel, een aantal van jullie zijn op Mars geweest. Dan kan dat nog snel worden achtergelaten. Maar ik denk dat ik genoeg heb op dit moment. En dat wij daadwerkelijk gewoon naar Mars toe kunnen. Eigenlijk wou ik vandaag ook natuurlijk nog een tweede episode online zetten van het minen. Maar gezien het feit dat wij relatief veel supplies hebben gekregen, heb ik dus besloten om dat niet te doen. Dus heb van, ja, weet je, ik bedoel, ik hoor skeleton, ik wil het zeggen. Dat leek me in ieder geval niet nodig om dat dan ook nog eens een keertje een extra aflevering van het hele mine online te gaan flikkeren. Dus vandaar dat ik dat niet doe. Maar wat ik zeg, ik denk dat ik alles klaar heb. Mocht ik nog iets zijn vergeten, laat het vooral achter in de reactie. En zo niet, dan gaan wij morgen voor het eerst in ons leventje naar Mars toe. Waar ik overigens oprecht zin in heb. Want, ja, wat ik al zei, ik ben toe aan een nieuw avontuur. En het lijkt me heel erg vet wat ook allemaal. En nieuwe questen en een nieuw land. En nou ja, we zien het in ieder geval allemaal dan wel. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het allemaal even lekker dat duimpje omhoog aanklikken. Als je natuurlijk nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot morgen.